Nou, dames en heren, welkom terug voor race 2 hier op Mills Metro Park bij Jan Wim Mensing en Mark Vermeer de eerste rij hebben. Maar volgens mij had iemand anders pol, dacht ik. Ja, dat gaat meteen al niet lekker voor Arno Bultmann, want Arno Bultmann zou vanaf pol gaan vertrekken. Maar is te laat geweest en rijdt nu pas zijn pitbox uit. Een foutje dus van het Monster Racing Team. En hij is niet de enige die uit de pits gaat starten, want het is ook Robert Rozing. En zo staan Robert Rozing en Arno Bultmann. Oeh, en is Robert Rozing, denk ik... Ja, Robert Rozing die is exit, want die is onder de rode lamp. Is hij de pitstraat uitgereden, kwam net over de lijn terecht en is het einde verhaal. Want dan word je gewoon simpelweg gedisqualificeerd. Nou, hebben we dus al drama genoeg in de opwarmronde voor deze race. De tweede race op Mills Metro Park. Nou, laten we dan even de startgrid doornemen. Vanaf eigenlijk de tweede positie. Dan is dus nu pole geworden. Jan Wim Ensing. Hij werd achtste in... Nee, negende moet ik zeggen in de eerste race. Hij mag dus nu vanaf de voorste startrij vertrekken. Is daar dus de enige. Achter hem vinden we Mark Vermeer. Daar weer achter op de tweede startrij is het Giel de Haan. Lars Kolderweij, Bram Beelen, Melvin Duin. Dan is het Bram Kuipers. En dan vervolgens Pieter Brandsma en Ivo Pakvist, het GP-update duo die behoorlijk aan het domineren was in de eerste race. En Ivo Pakvist heeft hele goede zaken gedaan voor zijn kampioenschap. Ja, wat verwacht je ervan? Ik denk dat Jan Wim waarschijnlijk voor de overwinning zou willen gaan, hè Robin? Ik denk dat dat absoluut zijn doel is. En dat kan ook alleen zijn doel zijn als hij de schade die hij heeft opgelopen in de eerste race weer wil goedmaken. Want ja, niet vergeten, Kuipers is hem natuurlijk ook voorbij in het kampioenschap. Dat verschil was maar 2 punten. Ensing heeft geen last van het gedrang. Dus als hij nu een goed start maakt, dan moet het allemaal goed komen. De lampen gaan aan en als ze uit zijn, dan gaan we zien wie een goede start hebben gemaakt. Ensing die dus als eerste wegkomt. Een goede start ook van Ensing, een goede start ook van Melvin Tuin. Een goede start van een van de GP-update auto's. Volgens mij gaat het allemaal goed dit keer. In ieder geval aanremmen voor de eerste bocht. Altijd de vraag of het goed gaat en het lijkt erop van wel. Er wordt wel volgens mij een GP-update auto. Het is Pieter Brandsma in het grind geduwd, maar het is niet veel meer dan zandhappen. Maar het is wel Ivo Pakvist en Juri Gijzen die ervan profiteren. En zo is het niet al te lekkere openingsfase voor Pieter Brandsma. Zoals verwacht, Jan Wim Ensing aan de leiding voor Mark Vermeer, Giel de Haan en Lars Kolderweij die zo naar de vierde positie is gegaan. Ivo Pakvist zit naast Melvin Tuin. Melvin Tuin die hem daar aan de binnenkant wil zetten. Oh, de raakt daar half de auto van Juri Gijzen. Maar het loopt allemaal prima af als we voor de eerste maal in de herpin gaan komen. Pieter Brandsma die het wil proberen bij Juri Gijzen. Maar Juri Gijzen wil heel graag Melvin Tuin passeren. En zo zit het allemaal heel dicht bij elkaar en soms zelfs in elkaar. Bij de Renault Clio's in de openingsronde in de tweede race van de avond. Goeie start dus ook van Juri Gijzen die naar mijn weten toch wel ver buiten de top 10 kwam en hier te wijd gaat. Moet dan ook meteen Pieter Brandsma zich voorbij laten gaan. Brandsma die dus een positie opschiet. Zo weer in de top 10 aan het rijden is. Goed, aan de kop van het veld is het nog altijd Jan Wim Ensing, gevolgd door Mark Vermeer. Die twee kennen elkaar nog goed van Poznan, waarbij ze de hele race goed dicht bij elkaar zaten. Nu rijdt Ensing in ieder geval voor. Dan is het Giel de Haan op een keurige derde plaats. Ja, het is Ivo Pakvist zevende achter Bram Kuipers. En nu kan Kuipers dus een beetje in de gaten houden of hij het tempo kan hebben. En het tempo kan pareren van de GP-update mannen. Leek in de eerste race toch zeker wel het tempo te kunnen rijden. Maar het is een klein foutje dat ervoor zorgde dat hij niet direct kon aanvallen. Daarachter Melvin Tuin en Pieter Brandsma die ze even wat leek te verremmen. En op het laatste moment zijn aanval toch gaat afbreken. Doet het hier dan in de herpin aan de binnenkant bij Melvin Tuin en slaagt daarin. En zo is Pieter Brandsma opgeschoten naar de 8e positie. Juri Gijzen in de zwart-wit gouden Clio. Op de 10e plek probeert dan Melvin Tuin ook aan te vallen. Maar slaagt vooralsnog daar niet in. Bram Beelen gaat wat wijd. En er gebeurt volgens mij van alles bij het opkomen van dit stuk. Van Kuipers die gaat profiteren van het foutje wat Beelen maakt. Beelen die meteen de slipstream kiest van Bram Kuipers. Maar ja, komt met een slechte exit. Kuipers niet achter zich aanhouden. Kuipers die dus nu opschuift naar de 5e positie. En nu is het zaak voor Ivo Pakvist om hetzelfde te doen bij Beelen. Want hij wil gewoon dicht achter Bram
Kuipers eindigen. Het is absoluut niet de raceavond van Roy de Muyck, want hij zat daar aan de buitenkant bij Robbie Bouchon en spinde daar in de grindbak en is dus teruggezakt naar in eerste instantie een 18e plek. Maar het is nu 16 geworden omdat zowel Twan Capelle als Jan Veenstra ook in die eerste bochtencombinatie in het zand stonden. Er gebeurt dus genoeg in de openingsfase van de wedstrijd, ook overal. En is het een leuk trio aan het ontstaan in de vijfde positie met Bram Kuipers, Bram Beelen en Ivo Pakvis, die met z'n drieën als een treintje door de herping rijden. En ja, dan is de vraag, hoe lang gaat dit goed? Bram Beelen, die dus wat teruggezakt is. En is Bram Kuipers die er dus van kon profiteren na het foutje hier een ronde geleden bij het uitkomen van de laatste bocht. Ja, dan is het toch wel een leuk trio hier in gevecht op de vijfde positie. Gebeurt allemaal dus achter Jan de Mensing, die zijn derde ronde nu heeft volbracht. En nog altijd aan de leiding, maar kan niet echt wegrijden ten opzichte van Mark Vermeer. En dat is misschien wel verrassend te noemen. En Giel de Haan blijft toch wel knap bij op positie nummer 3. Hoe ik denk dat Kuipers connectieproblemen heeft. Hij viel daar weer even weg. Hij is er weer. Ja, hij komt er ook weg. Dus het is, is niet best bij Bram Kuipers. En natuurlijk ook heel vervelend voor Bram Beelen, Pakvis en nu ook Brandsma. Die heel snel is dichterbij gekomen overigens. Ja, dan wordt het een mooi gevecht, een mooi treintje. En het gaat uiteindelijk toch allemaal wel een positie net buiten het podium. Maar het zijn allemaal interessante punten voor het kampioenschap. Met Kuipers, Beelen, Pakvis en Brandsma die dus met z'n vieren een treintje vormen. En is het hopen voor Kuipers dat die connectieproblemen nog wegblijven. Tussen kan Enzing absoluut niet wegrijden van Mark Vermeer. En moet dus ook flink gaan verdedigen voor Mark Vermeer. Vermeer die op dit moment duidelijk de sneller is. En Enzing die goed moet oppassen, komt zeker nog niet weg. En het is ook wel achter een klein gaatje naar Giel de Haan die het tempo dan niet kan volgen. Maar Vermeer zit er dicht op. Kan denk ik nog niet aan het eind van dit rechterstuk een aanval plegen. Maar hij laat in ieder geval wel zien dat hij er zit. Iemand die ook laat zien dat hij er zit is Bram Beelen, die nog steeds het tempo van Kuipers kan volgen. En dat is misschien ook iets wat we niet direct hadden verwacht. Beelen die in de eerste race niet kon bijblijven in eerste instantie bij de kopgroep. Nou, toen was het natuurlijk het incident met Jan de Mensing. Maar nu zien we dat Beelen toch behoorlijk hard kan meerijden en meekomen bij Bram Kuipers. Achterin het beeld zag ik Jurie Gijzen nog even wat bij het gaan. Nu hebben we dat veel meer rijders zien doen. En zal dat kennelijk niet voor heel veel problemen zorgen. Nog altijd dus een mooi gevecht naar Skolderwij die daar natuurlijk van kan profiteren. En wat te denken van Giel de Haan die nog altijd op een hele nette derde positie rijdt. Zou mooi zijn als hij dat kan weten vol te houden. Maar goed, we hebben nog 19 rondes te gaan. En die heren erachter die zijn eigenlijk allemaal in de basis wat sneller. Dus ik ben bang dat het een moeilijk verhaal wordt voor Giel de Haan. Maar het is in ieder geval een interessant gevecht erachter. Dus om de vijfde positie nog altijd. Met Bram Kuipers die het kwartetje leidt. Mark Vermeer die de laatste bocht met twee wielen van de grond afkwam. Is dus flink aan het pushen om Jan Wim Enzing onder druk te zetten. Maar ja goed, Enzing is al zo vaak in deze situatie geweest dat hij wel weet wat hij moet doen. En hij zal er niet meteen heel erg van schrikken. Op dit moment houdt hij het goed vol. En ja, we hebben natuurlijk geen verplichte pits zoals bij de Clio's. Dus het zal allemaal op de baan plaats moeten vinden. Dat zorgt ervoor dat de heren toch misschien wat meer risico willen nemen dan dat ze normaal weer zullen gaan doen. Het lijkt erop dat het hele treintje richting Giel de Haan zal komen. Dan gaan we ongeveer een vergelijkbare situatie krijgen als we ooit in Hofland zagen. Mooi om te zien. En ook Jan Wim Enzing die toch Mark Vermeer wat meer van zich af moet zien te houden. Dat is toch niet iets wat we hadden verwacht. Mark Vermeer heeft zich wel geprofileerd als een steeds sneller wordende, sneller rijdende coureur. Maar naar mijn mening en naar mijn weten heeft hij nog geen race gewonnen in de Clio's. Klopt dat of? Hij is wel een aantal keer dichtbij geweest. Maar terwijl Enzing hier dus echt gewoon moet verdedigen voor Mark Vermeer. Vermeer die inderdaad nog geen raceoverwinning heeft en dat maar al te graag wil doen. Hij heeft toch niet zoveel om voor te strijden in het kampioenschap. Enzing natuurlijk nog wel. Vermeer die laat hem hier staan. Maar ja, Enzing laat hem dan wel heel slim naar buiten lopen. En goed, daarachter is het volgens mij ook nog heel dicht bij elkaar. Want Kuipers komt echt niet los van Bram Beelen. Ja, goed, het hele treintje zit achter Giel de Haan.
Uiteindelijk gaat het inderdaad een treintje worden achter Giel de Haan en Lars Stolderwij, die op zijn beurt niet echt flink dichterbij kan komen bij de man uit Os. En het is dus Bram Beelen die Pieter Bransma en Pakvis nog steeds achter zich aan heeft. Maar wat gaat Pakvis nu doen? Ik denk dat Pakvis nu denkt van ik ga nu rustig aan doen. Ik ga niet te veel risico nemen. We hebben nog een behoorlijk wat aantal rondes te gaan. 17 precies te zijn. Maar Pakvis weet al dat hij zijn kampioenschap redelijk veilig heeft gesteld na zijn overwinning. Natuurlijk heb ik nog geen raceavond te gaan, maar na de overwinning zojuist in race 1 heeft hij toch een behoorlijke tik uitgedeeld aan het adres van zowel Enzing als Kuipers. Ondertussen komt Enzing niet heel goed uit die laatste bocht en Vermeer zit er nu wat meer naast en is er misschien nu al voorbij, maar zit weer aan de buitenkant en je weet dat Enzing dan gewoon later remt. En eigenlijk zien we weer hetzelfde wat in de vorige ronde ook al gebeurt. Maar het is in ieder geval duidelijk dat Vermeer de sneller is van de twee. En hoe lang gaat Enzing dit dan volhouden is de vraag. We weten dat hij goed kan verdedigen. Maar ja, op een gegeven moment zie je natuurlijk ook wel dat de Haan ook niet verdwijnt. En dan is het misschien beter om iemand er voorbij te laten. Om zo het tempo wat omhoog te kunnen gooien. Mark Vermeer, die er aan alles aan gelegen is om Enzing in te halen, zal waarschijnlijk op jacht gaan naar zijn allereerste Clio-overwinning bij SRVN. We zeiden het al, Mark Vermeer staat 7 op dit moment in het kampioenschap, maar zowel Roy de Muik heeft een slechte raceavond als Jeroen Brink, die natuurlijk helemaal niet aanwezig is. Dus dan kan hij goede zaken doen in dit kampioenschap. Nou, het is Bram Kuipers die zich langzaam af heeft gebeten opzichte van Beelen. En dat betekent dat Kuipers wat meer de aandacht kan vestigen naar de man voor hem. Dat is Lars Skolderwij. Helemaal vooraan in het veld zien we Mark Vermeer die wel de aanval kan inzetten bij Jan de Mensing. Maar Enzing heeft een wel wat betere exit ten opzichte van de vorige ronde. En zal er zeer waarschijnlijk weinig plaats vinden. Of Mark Vermeer gaat wel heel laat remmen. Remt ook wel later, maar niet laat genoeg om hem naast de IKEA Racing Bolide te zetten. Ja, hoe langer die erachter blijft zitten, hoe groter de kansen misschien wel worden voor Jan Wim Enzing. Want dan weet hij op zich wel waar hij hem kan opvangen. Enzing die waarschijnlijk flink op de exits aan het rijden is, terwijl Vermeer er heel dicht achter zit daar. Maar goed, er zijn maar een aantal plekken op dit circuit waar je kunt inhalen. Terwijl als ik wat verder naar achter kijk, zie ik dat Beelen toch wel de aansluiting met Kuipers heeft verloren. En de beide GP-update-auto's in zijn nek heeft. De vraag van ja, hoeveel risico gaat Pakvis nemen? Ik denk niet zoveel zoals je al zei. Hij weet dat hij die 8 punten op Kuipers heeft gepakt in de eerste race. En dat als Kuipers nu 1 plek voor hem eindigt of 2 plekken voor hem eindigt, dat dat geen pijn gaat doen. Maar goed, als Kuipers richting Kolderwij en De Haan kan gaan, dan kan het misschien nog wel weer leuk worden. Ja, Kuipers is behoorlijk aan het stampen om Lars Kolderwij te passeren. Maar dan moet het hier een goede exit zijn voor Kuipers. Lijkt op dit moment nog niet helemaal gelukt, maar zit wel in de slipstream. Het is natuurlijk een best een aardig rechtstuk al hier. Maar Lars Kolderwij lijkt een wat hogere topsnelheid te hebben. Kan ook misschien geholpen zijn doordat Kolderwij ook een slipstream heeft gepakt ten opzichte van Giel de Haan. Giel de Haan is natuurlijk nog altijd op die hele nette derde positie en dus op jacht naar het podium. Ik denk ook dat dat het eerste podium is voor Giel de Haan dit seizoen. De runner-up van het kampioenschap van vorig jaar, maar heeft de laatste tijd veel problemen gekend. Lars Kolderwij die daar wat wijd gaat en Bram Kuipers die eerst een ontwijkende actie moet ondernemen en dat op zijn beurt wat wijd gaat. En dat zorgt er per saldo voor dat er weinig gebeurt, maar Bram Beelen, Pakvis en Brandsma komen wel met z'n drieën wat dichterbij. Pakvis die het aan de binnenkant daar probeert, kijkt, maar probeert... de Beelen in een foutje te dwingen, want zoveel risico zou Pakvis niet willen nemen. Zet het daar wel aan de binnenkant, maar de ruimte is er wel, maar zeker niet groot genoeg voor een Clio. Het is een mooie fase van deze wedstrijd. Het wordt wel duidelijk dat inhalen op Niels toch wat moeilijker is dan gedacht. De slipstream werkt op zich wel goed, maar ja, de auto's gaan simpelweg gewoon niet hard genoeg om er flink van te profiteren. Ondertussen zie ik dat Kuipers nu wel een hele goede exit heeft uit de laatste bocht. En flink in de slipstream zit bij Lars Kolderwij. Gaat hem aan het eind van het rechterstuk proberen hem ernaast te zetten. Zet hem er ook naast. Maar remt niet te laat. Hij goed pakt gedaan hem. Hoor door Kuipers en pakt de vierde positie over van Lars Kolderwij. Terwijl erachter het daar ook bijna fout leek te gaan met Bram Beelen. Niet voor Pakvis. Pakvis aan de buitenkant.
Ja, dan moet je rustig blijven. En dan denk ik dat hij inderdaad naar achteraan sluit. Hoewel, gaat hij meer aan de binnenkant zetten? Nee, niet. Maar daarvoor lijkt Bram Kuipers weer een foutje te hebben gemaakt. En Lars Kolderweide weer van kan profiteren. Maar uiteindelijk lijkt dat niet helemaal het geval te zijn. Maar ze zijn in ieder geval lekker aan het ravotten met z'n vijven. Want daar gaat het over. Het gevecht om de vierde positie. En natuurlijk is dit allemaal in het voordeel van Giel de Haan, die eventjes los zit op zijn derde positie. Ja, een mooi treintje hier om de vierde positie. En, ja, ik vraag me toch wel af wat beide GP-mannen nu gaan doen. Want ze worden opgehouden. Maar ja, je kunt ook weer niet te veel risico nemen. Het is echt een soort tweestrijd in je hoofd. Je wil er voorbij, maar je wil het wel zo netjes doen dat je zeker weet dat je er niet vanaf wordt getikt. En ja, Pakvis heeft natuurlijk al nodig meegemaakt in een tweede race. En ik denk dat hij nu vooral voor de punten gaat, terwijl daarbij je F1 kassa-auto's bij elkaar kijken. Maar voorlopig blijft het bij kijken. Ja, Lars Kolderweide en Bram Beelen. Nou, die zijn elkaar tegengekomen al in de eerste race. De beide teamgenoten dus van F1 Cars Racing die het elkaar weer moeilijk gaan maken. En die van Pakvis ziet het dus allemaal voor zich gebeuren. En die denkt inderdaad van ja, ik wil er eigenlijk gewoon voorbij. Maar ik wil er absoluut niet te veel risico mee nemen. Maar in de Clio's kun je eigenlijk niet inhalen zonder veel risico. Zit dan volledig in de slipstream. Zit zo dicht achter Beelen dat hij een alternatieve lijn moet rijden om überhaupt te zien hoe de bocht loopt. Dat geeft maar aan hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Komen we weer aan in de herpin. Het punt waar we al zoveel inhaalacties en momenten hebben gezien deze avond. Maar voor nu is het allemaal braafjes volgen. En allemaal braafjes volgen achter Bram Kuipers aan. Maar hoewel, Bram Kuipers die komt toch wel rap dichterbij bij Giel de Haan. En dan zal Giel de Haan toch langzamerhand weer naar achteren moeten gaan kijken. Gaan we weer naar het rechte stuk. Het rechte stuk waar de exit zo belangrijk is in de laatste bocht. Want dan kun je het proberen bij het aanremmen van de eerste. En dat doet Bram Beelen dan ook. En zet hem dan weer vol in de slipstream van zijn teamgenoot. Ik denk dat Beelen op dit moment iets te ver zit nog voor een serieus aanval van Rensig. Daar wel een klein beetje. Ja, dat moet je ook niet te vaak doen natuurlijk. Het kost alleen maar tijd. En je ziet ook dat Pakvis meteen weer kan aansluiten. En ja, dat is het wel een beetje. Hè. Je kunt een aanval plegen, maar je moet meteen kijken of er iemand achter je dan zit die daar dan van kan profiteren. Ondertussen zie ik dat Bram Kuipers het gat helemaal heeft gedicht richting Giel de Haan. Komt veel beter deze bocht uit. En gaat hij het dan hier al proberen is de vraag. Terwijl ik onder in beeld ook zie dat Mark Vermeer dicht achter Jan Wimensing zit. Klopt, het was opvallend te noemen, want Jan de Mensing was eigenlijk wat los ten opzichte van Vermeer. Maar ik denk dat er toch een klein foutje gemaakt is. Wat meer erachterin, Giel de Haan verdedigende lijnen, want ja, dat moet inmiddels wel gebeuren. Dan is het Bram Beelen die inderdaad de positie heeft moeten laten gaan. Ivo Pakvis is er voorbij en Pakvis dus over naar de zesde positie. En zo zit Beelen tussen de beide GP-update-mannen. We moeten overal en alles in de gaten houden. Want het is Jan Wim Ensing en Mark Vermeer. Daarachter zit Giel de Haan die een slechte exit kent. En kan dus Bram Kuipers Giel de Haan van het podium aftrappen. En dat moet hij dan via de buitenkant doen op het rechte stuk. Terwijl daarvoor Giel de Haan, Mark Vermeer en Jan Wim Ensing ook met elkaar in gevecht zijn. Goed, gebeurt van alles op het rechte stuk. En uiteindelijk verandert er per saldo nog weinig. Gevecht op Mills Metro Park. En Jan Wim Ensing moet alle stenen zeilen bijzetten om die eerste positie vast te houden. Op dit moment lukt het nog. En we hebben flink wat rondes gehad. Maar als hij een foutje maakt, dan zit Vermeer er in ieder geval wel om te profiteren. Ja, en het is knap hoor dat Jan Wim Ensing dit nog lang kan volhouden. Nee, natuurlijk Team to Race Clio'tje in zijn spiegels zitten. En daar is hij eigenlijk nooit van verlost geweest. Al vanaf het moment 1 in deze wedstrijd, 13 rondes geleden, heeft hij dus al Vermeer achter zich aan zitten. Dus komt Giel de Haan niet echt lekker uit die bocht. Maar ja, hier kun je niet inhalen natuurlijk. Ik denk dat Kuipers nu alles probeert in te zetten op de exit. Maar ja, ondertussen zie ik dat Jan Wim Ensing ook weer flink aan het verdedigen is voor Vermeer. Dus we gaan weer dezelfde situatie krijgen als een ronde geleden. Misschien wel twee inhaalacties op het rechte stuk.
Helemaal aan de voorkant van het veld gebeurt het nog niet. Jan Immensing houdt vol. Giel de Haan, die ook de verdedigende lijn heeft ten opzichte van Bram Kuipers. En ook daarachter lijkt het allemaal nog prima te verlopen. Ja, dit kun je dus nog wel lang vol gaan houden. Maar er gebeurt zoveel. Moeten we niet gewoon ook twee kanalen misschien gaan doen? Ja, ik eis een second screen voor de Essington race. Want dit gaat heel moeilijk worden om het allemaal in beeld te krijgen. Maar vooralsnog lukt het. Want ja, zoals je ziet, alles zit nog heel dicht bij elkaar. Kuipers die kijkt bij Giel de Haan. Dit is een gevaarlijk punt hoor, als je hem daar te veel laat uitlopen. Kuipers nu aan de buitenkant. Gaat hij hem dan laten staan voor de volgende bocht? Dat gaat hij zeker proberen. Komt wel op het grind, maar laat het zien. En hij pakt de positie. Ja, hij pakt hem. De derde plaats is nu voor Bram Kuipers. Die nu Giel de Haan heel dicht achter zich aan heeft. Ja, maar hier kun je hem niet laten staan. Dat weet de Haan natuurlijk. Doet dat wel, maar dat gaat allemaal gelukkig net goed. Maar zoals je ziet, iedereen is komen aansluiten. Het is nu Kuipers, de Haan, Belen. Is dat, ja, Belen weer? Oh nee, het is Kolderwijk voor Pakvis, Belen en dan Pieter Brandsma. En ook Melvin Tuin is niet heel ver weg. Mooi hoor, zo rommelig het ging en zo niet zo heel netjes zoals er gereden werd in de eerste race. Zo goed gaat het nu in de tweede race met Giel de Haan, die dus toch zijn positie heeft moeten geven aan Bram Kuipers. Maar moet dus meteen naar achteren kijken, want daar volgen Lars Kolderwijk, Ivo Pakvis, Bram Belen en Pieter Brandsma. En dan is het ook nog Melvin Tuin die langzamerhand wat dichterbij gaat komen. We hebben dus een mooi treintje vanaf de posities 3 tot en met 8. Allemaal. Ondertussen zit Mark Vermeer echt in de kofferbak van Jan Immensing. En hij komt er gelukkig nog net op tijd uit, want anders ging het weer mis. Immensing die ja, echt alleen maar aan het verdedigen is. Ik denk dat hij geen enkel rondje normale lijn heeft gereden op dit moment. Het is ja, alleen maar een TM2 raceauto die hij in zijn spiegels ziet. En voorlopig zit hij hem ook in zijn spiegels en heeft hij dus nog steeds de eerste plaats in handen. Maar ja, nu is de vraag... Sorry, dat ging bijna mis met Ivo Pakvis en Bram Belen. Pakvis die graag daar Lars Kolderwijk wilde inhalen. Maar het zorgde er bijna voor dat Bram Belen daarvan kon profiteren. En dat ging bijna mis bij het uitkomen van de hairpin. Maar ja, nu gaan we met z'n allen lekker accelereren. Allemaal in de slipstream op het voorste rechterstuk. Het start-finish gedeelte. Pakvis in de slipstream bij Kolderwijk. En ook Bram Belen die daar misschien daarvan wil profiteren. En uiteindelijk verandert er nogmaals per saldo weinig bij het insturen van de eerste bocht. Voordat we hele gênante situaties gaan meemaken, hoeveel rondes hebben we nog te gaan hier op Wales Metro Park? Want... We hebben nog 7 rondes te gaan, dus het valt allemaal nog reuze mee. Maar 7 rondes moet dus Kijk ik op Mark dit moment Vermeer, weer naar Mark Vermeer. Die gaan hier... proberen hier dan. Laat hem wel staan. Oeh, dan gaat het mis. En dan is het... Komt Jan Immensing daar met de schrik vrij. Het is daar een kleine tik wat eruit gedeeld werd. De eerste tik misschien die we gezien hebben tussen Mark Vermeer en Jan Immensing. Maar nog 7 rondes te gaan. En dan is het nu helemaal losgebarsten. Het gevecht aan de leiding. Maar ook daarachter het treintje wat er nu gevormd wordt met Giel de Haan. En Lars Kolderwijk. Ivo Pakvis nog altijd op P6 voor Belen, Brandsma en Melvin Tuin. Ziet het allemaal voor zich gebeuren vanaf plek 9. Ja, beide heren vooraan moeten dit natuurlijk niet te vaak doen. Want Kuipers is natuurlijk nu los. Ik denk dat hij op dit moment zeker de snelste man op de baan is. En je ziet dat het gat ook al steeds kleiner begint te worden. Dan is natuurlijk de naartoe rijden 1 en de voorbij een tweede. Maar ze moeten nu absoluut gaan uitkijken ook met dit soort acties. Nou, voorbij is inderdaad een tweede, want het blijkt dus behoorlijk lastig te zijn hier op het circuit van Mills. En dat zorgt ervoor dat we ongeveer dezelfde situaties hebben zoals we dat in Poznan zagen. Mooie raceactie hoor in deze tweede race op het circuit van Mills Metro Park. Het ene laatste raceavondje in de Renault Clio Cup. Zoals eerder gezegd, over 2 weken is dan de seizoensafsluiter alweer. En is het seizoen toch best wel rapjes voorbij gevlogen. Dan zijn we in Essington Park. Maar nu nog eventjes hier alles gaan uitvechten. Pakvis nog altijd met Lars Kolderwijk in gevecht om de 5e positie. En daarachter is het nog steeds Bram Belen en Pieter Brandsma. En ook daarvoor helemaal vooraan in het veld nog altijd Jan Wim Ensing en Mark Vermeer aan het bakkeleien voor de overwinning. Ja, een mooie wedstrijd hier op Mills Metro Park, waarbij alles dus net zo dicht bij elkaar zit als bij Poznan. Toen was het de hele top 10 dat binnen 4 seconden reed. Nu zijn de gaten iets groter. Maar dat wil niet zeggen dat de gevechten er minder om zijn. En ja, het nodige verf is al gewisseld. Ondertussen is Ivo Pakvis aan het kijken bij Lars Kolderwijk, terwijl Bram Belen daar te laat remt.
Kan Brandsma er dan voorbij? Beide heren zitten nu naast elkaar, maar het lijkt erop dat Belen die positie toch weer vast weet te houden. Er wordt goed gereden door de herenrijders. Dat is mooi om te zien. We hebben dat wel eens eerder gezien dat dat nog wat minder goed ging. Maar gelukkig, er wordt misschien soms wel verf gewisseld, maar niet meer dan dat. Helemaal naar de kop van het veld. Mark Vermeer en Jan Wim Ensing. Waar het dus de vorige ronde zo fout ging, is het Jan Wim Ensing die heel hard de bocht daarin duikt. En houdt het toch maar net op de baan. Maar koos dus nu voor de binnenkant. En dat zorgde ervoor dat Mark Vermeer niet kon aanvallen. Eigenlijk iets wat we al de gele race gezien hebben. Hetzelfde geldt dat Ivo Pakvis moeilijk kan inhalen. En dat is in dit geval Lars Kolderweij die nog altijd voor hem rijdt. En Bram Beelen die nu weer lijkt te profiteren. En dat Pakvis dat niet al te vaak doet. Iets te laat remmen bij de herping. En zorgt dus voor een slechter exit. Bram Beelen heeft een slechte exit op het opkomen bij het omkomen van het rechtstuk. En daar kan Pieter Brandsma wellicht van profiteren. Maar goed, we hebben het al gezien. Ook helemaal aan de kop van het veld. Dat je kunt er misschien wel naast komen. Maar inhalen in de eerste bocht blijft nog altijd heel erg lastig. Weer een aanvalpoging van Mark Vermeer aan het einde van het rechterstuk. Maar ja, Ensing blijft gewoon slim. Blijft over zijn binnenkant verdedigen. Waardoor Vermeer eigenlijk alleen maar aan de buitenkant kan zitten. Ja, dat is nou net de plek waarin je niet wil, waarbij je niet wil zitten. Ondertussen komt Kuipers wel flink dichterbij. Hij ziet ze gewoon rijden. Ja, dan wordt het misschien dit tweetal nog een drietal aan het eind van deze race. Bakvis is een beetje los ten opzichte van Belen, die dus wat wijd ging bij het uitkomen van de laatste bocht. En zo is het voor Bakvis net even wat lekkerder rijden. En is het erachter Pieter Brandsma die dus de druk opvoert. Daar gaat Belen wat wijd en dan kan Pieter Brandsma via de buitenkant in de herpin. Ja, dan is het moeilijk om daar aan te vallen. Ja, houdt hem daar wel stand, maar dat gaat allemaal goed bij het uitgaan. En Bram Beelen houdt dus nog vol, maar Pakvis is nu in ieder geval de directe druk van achteren kwijt. En kan zich dus opmaken naar wellicht wel een inhaalactie bij Lars Kolderweij. Die niet een al te lekkere laatste bocht kent, maar Pakvis doet eigenlijk hetzelfde. Ja, je kopieert toch wel het gedrag van je voorganger. Goed, gaan we weer helemaal terug naar de kop van het veld. Jan Wim Ensing zit nog altijd aan de binnenkant. Mark Vermeer die later dan laat remt. En die wil natuurlijk langzamerhand toch maar eens keer op een andere manier proberen om Ensing te passeren. Want op deze manier gaat het niet lukken. En op deze manier kan Ensing het misschien wel nog drie rondjes volhouden. Dus zal Mark Vermeer van grote in huizen moeten komen om het toch nog te gaan doen in de slotfase van de wedstrijd. Kuipers die weer op zijn eigen manier heel wijd gaat in uitkomen van deze bocht. Is flink aan het pushen om Vermeer en Ensing nog bij te halen. Dat lijkt op dit moment wel te lukken. Maar ja goed, we hebben natuurlijk ook nog een soort race tegen de klok. Want de rondes zijn bijna voorbij. Op dit moment is het dus nog steeds Ensing die Vermeer van zich af weet te houden. Kan hij dit volhouden tot het eind van de race? Dan is het toch wel een soort heldendaad. En zijn het natuurlijk weer hele belangrijke punten in het kampioenschap die hij pakt. Ook belangrijke punten voor Pieter Brandsma. Die is zojuist Bram Beelen voorbij gegaan. Het had wat voeten in de aarde. Maar Pieter Brandsma is dus over naar de zevende stek. En heeft dus een behoorlijk gat voor zich richting Ivo Pakvis. Giel de Haan nog altijd vierde. Dat is netjes gedaan hoor. Bram Kuipers die zich vanzelfsprekend wel heeft los weten te rijden. En komt steeds meer en meer dichterbij. Maar we hebben nog maar twee rondes te gaan. Dus ga ik ervan uit dat Bram Kuipers wel weer op het podium gaat komen. Maar waarschijnlijk niet veel hoger gaat komen. Als er geen rare dingen gebeuren voor hem. Want ja, dat is natuurlijk altijd mogelijk. Mark Vermeer die kan misschien wel tevreden zijn met een tweede stek. Maar die kan ook langzamerhand denken van ja hoor eens. Ik wil nou eens een keer wat meer. En ik wil dus eens een keer die Ensing inhalen. Want ik kijk op de hele race achter die geel-blauwe achterkant aan. Hetzelfde recept weer. Zat weer heel even te kijken aan de binnenkant. Maar ja, goed, Ensing die weet ook wel wanneer die kan insturen. En je ziet dat Vermeer zo hard aan het pushen is om Ensing voorbij te gaan. En ja, dan moet hij nu ondertussen ook naar achter gaan kijken. Want Kuipers is denk ik over één rondje aangesloten bij dat groepje. Maar ja, zoals je zegt, er zijn nog maar twee rondes te gaan. En dan wordt het misschien wel heel lastig in een actie te plegen. Gaat wel pijnlijk hard hoor. Bram Kuipers kwam de afgelopen ronde een seconde dichterbij. En dat gaat het wel behoorlijk hard. Maar we gaan dus nu de laatste ronde in. En dus ook de laatste mogelijkheid voor Mark Vermeer. En zien die weer heel vroeg de binnenkant verdedigen. Ja, dan kan Vermeer eigenlijk niks anders dan weer de buitenkant kiezen. Hopen dat Ensing zich verrent. Maar ja, hij weet nu ondertussen ook al waar het zit. Klein momentje. Ensing verrende zich ook wel half volgens mij. En leek Mark Vermeer er eventjes van te profiteren. Maar Ensing die propte zij Clio ervoor.
in het gat waar Mark Vermeer hem waarschijnlijk er voorbij wilde steken. En Bram Kuiper ziet het allemaal voor zich gebeuren en neemt nu een wat betere exit. Maar Mark Vermeer heeft ook een goede exit voor misschien wel een aanvalspoging. Ik denk ook de laatste aanvalspoging in deze wedstrijd. Kan het hier aan de binnenkant proberen? Nee, het zijn alternatieve lijnen. Moeilijke entry en dan is het Bram Kuipers die zich er waarschijnlijk toch nog wel mee kan gaan bemoeien. In de hairpin opvangen, dat is het devies. En daar vangt Jan de Mensing hem ook op. En dan is het toch drie gevecht richting de streep. We hebben nog één bocht linksaf waar je nog even goed moet afremmen. En ja, dan is de exit zo belangrijk. Gaat Mark Vermeer het hier proberen? Nee, je zet hem wel aan de binnenkant. Maar uiteindelijk gaat het niks worden. Maar Bram Kuipers heeft een betere exit. En dan wordt Mark Vermeer die daar Bram Kuipers op het gras duwt richting de streep. Maar Jan-Wim Ensing houdt vol en hij wint de tweede race op Mills Metro Park. Mooi gedaan. Wat een mooie eindstrijd. En Mark Vermeer mag zeker tevreden zijn met een tweede stek. En Bram Kuipers die wederom weer op het podium eindigt. Prachtige slotfase hier dus op Mills Metro Park. Waarbij Jan-Wim Ensing laat zien dat hij echt een hele goede racer is. En houdt dus Vermeer heel goed achter zich. Kuipers was dicht bij een stunt om nog die tweede positie te pakken. Maar ja, Vermeer die blokte hem even heel goed af. Daarachter is het geloof ik dan Giel de Haan die dan Lars Kolderweij achter zich heeft weten te houden. En dan is het Ivo Pakvis die voor Pieter Brandsma schijnigt. En daarachter is het dan Bram Beelen. Ik zie dat de heren al in de pitbox zijn. Zal ik maar de winnaars hier naartoe slepen? Nou, doe maar. Dat lijkt me een heel goed plan. Laten we beginnen met Ivo Pakvis. Hij staat namelijk al in de pitbox. Mooie races hier dus op Mills Metro Park. Waarbij we nu de winnaar van race 1 in ons midden hebben. Ivo, gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel Robin. Hoe heb je het allemaal ondervonden? Nou, laten we beginnen bij de eerste race. Heel simpel. Pieter was sneller, maar hij maakt niet zoveel kansen meer. En op een gegeven moment hebben we besloten om posities te wisselen. Daar hoeven we niet al te moeilijk over te doen. Ik kon hem heel goed volgen. En op een gegeven moment, we hadden van tevoren al min of meer bedacht van nou ja, als de situatie zich voordient, dan helpen we elkaar. Dan helpt hij mij. En de situatie deed zich voor en zo hebben we het gedaan. En vervolgens kon ik hem strak uitrijden. En dan was dat een goede overwinning. Ja, veel meer was het niet. Voelt het nu ook als een eerste stap richting het kampioenschap? Je bent natuurlijk nu weer wat uitgelopen. Ja, een beetje, maar ik wil daar eigenlijk nog niet al te veel over zeggen, want we hebben nog twee races te gaan. Als in één raceweekend, maar twee races. Dus ik ga nog niet doen alsof hij al binnen is. Dat is hij absoluut niet. Jan Wim is vooral in de tweede race extreem sterk. Pakt er alles uit, altijd. En er hoeft maar iets te gebeuren bij mij en het is alsnog over. Dus voorlopig gaat het goed. En ik geloof dat teamkampioenschap nu wel zo'n beetje voor elkaar is. Ja, die heb je nu binnen. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Die tweede race, hoe heb je die ondervonden? Want je hebt natuurlijk de hele race gewoon in gevecht gezeten. Ja, superveel stress. Maar godzijdank nog niet een keer in de laatste bocht. In de laatste paar ronden een probleem. Waardoor ik bijvoorbeeld iemand die er voor me afstuitte, waar ik tegenaan rijd, dat soort dingen. Ik kon Bram Beelen passeren doordat hij een foutje maakte. En ja, Lars was fantastisch in de verdediging en ik zweet me echt kapot. Ik heb het kwam één keer heel dichtbij, maar hij liet net genoeg ruimte over en dan kan ik er gewoon niet voorbij. Lars is natuurlijk heel ervaren en heel sterk en daar kan ik niks tegen beginnen. En Jan Wim gefeliciteerd. Jan Wim heeft weer wat ik zeg. Ik zag er constant dat volgens mij was het Roy de Muik die erachter zat. Nee, Mark Vermeer. Kijk eens aan. Nou, hoe dan ook. Wie er ook achter zat. Het was heel close. En dat is Jan Wim op zijn best natuurlijk. Absoluut. Jan Wim, gefeliciteerd met je overwinning in race 2. Dat moet goed voelen naar de problemen in de eerste race. Ja, dat was een heel andere wedstrijd. Hoe was het om telkens die Mark Vermeer in je kofferbak te hebben? Nou, dat heb ik inmiddels wel gewend in de Clio Cup. Maar het was spannend. Het was een heel mooi gevecht. Hebben we er weer van genoten? Ik weet niet of jij nog een laatste woord hebt, René?
Ik denk dat we zeker een mooie race gezien hebben. Zeker de tweede race weer. Nou, met de reverse grid die eigenlijk nooit teleurstelt. En we hebben een, nou denk ik weer... Het was overal over het hele veld waren er mooie gevechten. Aan de directe kop van het veld. Maar ook natuurlijk dat treintje erachter. Met ook nog een hele mooie slotfase. Met, waar Bram Kuipers nog bijna Mark Vermeer pakte voor de tweede positie. Maar ja, een mooie raceavondje hebben we weer gehad in de Renault Clio Cup. Kan niet anders zeggen. Absoluut. Ik denk... Ik denk dat we daarmee ook aan... Oh, ik hoor mezelf wel via Ivo terug. Goed. In ieder geval, ik denk dat we daarmee aan het eind zijn gekomen van deze uitzending. GP Update is constructeurskampioen, zoals Ivo terecht zei. Maar de titel voor de rijders wordt echt pas in de allerlaatste race beslist. Over 2 weken zullen we weten wie kampioen gaat worden op Essington Park. Voor nu een hele fijne avond en tot de volgende keer.